Op 27 augustus keert Pokémon Go Fest nog één keer terug voor 2022 met het Pokémon Go Fest finale event. En deze Pokémon Go video gaan we daar dieper op in en vertel ik je alles dat je moet weten over dit Pokémon Go Fest finale event met en zonder ticket. Hallo allemaal, heel hartelijk welkom bij een nieuwe Pokémon Go video op Crazy Koen. Heel erg tof dat je weer kijkt en super bedankt dat je weer op deze video geklikt hebt. Het Pokémon Go Fest finale event op 27 augustus heeft hele toffe features, waaronder habitats voor iedereen, de Ultra Beasts die naar raids komen en natuurlijk weer kans op een heleboel shiny Pokémon. Daarnaast zijn er voor mensen met tickets nog heel veel meer bonussen. En aan het einde van deze video kun je precies voor jezelf de afweging maken of je nog een ticket zou willen halen of niet. Want zelfs als je geen GoFest ticket hebt, kun je nu nog een GoFest finale ticket kopen. Allereerst de tijden. Voor iedereen gaat op zaterdag 27 augustus het Pokémon GoFest finale event beginnen. Om 10 uur 's ochtends is de start en we zullen doorgaan tot en met 6 uur 's avonds lokale tijd met dit event. Gedurende dat event verschijnen alle Mega Beasts die op Pokémon Go Fest wereldwijd verschenen zijn in raids en dankzij de mogelijkheden die alle trainers op de andere Go Fest voor ons hebben doorstaan, zijn ook Beast Balls weer te gebruiken op het moment dat je deze Ultra Beast vangt. De gratis ervaring die er voor iedereen zal zijn, of je nou een ticket hebt of niet, is een gratis korte special research story en een nieuwe Pokémon Go Shiny in de vorm van Munna. En er zullen ook speciale avatar items verkrijgbaar zijn in de in-game store die voor iedereen zijn op te pikken. Natuurlijk zijn er ook weer voor iedereen stickers te verkrijgen bij Pokestops, dus spin die dag zoveel mogelijk en dan pak je gratis stickers mee. Daarnaast zijn er ook weer habitats gedurende dit Pokémon Go Fest event. Net zoals de vorige keer zijn er 4 habitats, maar er is wel een verschil ten opzichte van eerdere Go Fests, want we zullen niet een habitat krijgen van een uur, gevolgd door een van nog een uur, nog een uur, nog een uur en een herhaling van die 4 habitats, maar we krijgen nu habitats die 2 uur lang duren en daarna komen ze ook niet meer terug. Dat maakt het dus wel belangrijk om gedurende bepaalde momenten te spelen als jij graag Pokémon uit een bepaalde habitat wil vangen. De habitats die gaan komen zijn de volgende. We beginnen dus om 10 uur en we gaan dan door tot 12 uur lokale tijd met de Ultra Incursion Feromosa. En we krijgen daar een Pikachu met een Shaymin geïnspireerde hat, Scyther die verschijnt, Pinsir, Sudowoodo, Hypmontop, Meditite, Anorith, Cricketot, Woobat en Karrablast. Wat heel cool is, is dat Pokémon die op de eerste globale GoFest zijn verschenen nu weer terugkomen. Dus heb je Shinies gemist, dan is dit je tweede kans om die Shinies alsnog te pakken te krijgen. Dan om 12 uur tot 2 uur krijgen we de Ultra Incursion Buzzwole. Ook tijdens dit uur verschijnt de Pikachu met de speciale Shaymin hoed weer samen met Machop, Geodude, Hitmonlee, Hitmonchan, Magmar, Numel, Cranidos, Drillbur en de shiny van Pokémon Go Fest 2022, Axew. En dan van 2 tot 4 met een verwijzing naar de Pokémon Go Fest in Japan hebben we het Incursion Circuitry. Hier zit Circuitry in de raids en ook hier krijgen we natuurlijk weer Pikachu, maar we krijgen ook Electabuzz, Electrike, Shinx, Lilip, de Sandform Burmy, Combi, Fungus, Joltik, Shelmet en Stunfisk. Dit uur lijkt mij nu het minst interessant, omdat er de meeste Pokémon bij zitten die niet shiny kunnen zijn. Daarbij is het wel zo dat de Joltik die dit uur voorkomt voor mensen die veel PvP doen misschien interessant is. Joltik's evolutie is handig om te gebruiken in de Great League en kun je ook gebruiken in de Ultra League met Candy XL. Dus ga zeker achter Joltik aan als je PvP doet. En dan hebben we een laatste Ultra Incursion Nihilego van 4 tot 6 uur lokale tijd. Dit sluit Pokémon Go Fest dus af. Tijdens dit uur, als ik het goed heb, zitten alle Ultra Beasts weer in de raid, dus niet alleen Nihilego. We krijgen wel weer speciale spawns dit uur en dat zijn Bulbasaur, Pikachu met de speciale hoed, Clefairy, Tentacool, Chansey, Tangela, Omanyte, Chikorita, Turtwig, Burmy in zijn plantvorm, de Munna, die dus de nieuwe shiny is van deze dag, Frillish, goed voor PvP, Swirlix, die shiny kan zijn, en Skrelp, die dan weer aardig kan zijn voor met name de Ultra League in PvP. Dat wat betreft de spawns. Deze habitats zullen dus ook weer voor iedereen beschikbaar zijn. Maar het is wel zo dat als je een
Pokémon Go Fest ticket hebt of een Go Fest finale ticket hebt, dat er een grotere kans zal zijn op het vangen van shiny Pokémon tijdens deze uren en met behulp van incense. Natuurlijk zijn er ook weer raids, ik noemde ze net al, maar er zijn niet alleen Ultra Beast in raids. In 1-ster raids zitten voor mensen die erop willen jagen de speciale Pikachu, Axew en Rockruff. Drie Pokémon met shinies waar heel veel mensen wel belang bij hebben. En shinies die ook heel cool zijn. Hier kun je dus passen aan besteden. Maar bedenk je hier dus wel bij. De shiny kans in raids is niet anders dan de shiny kans in het wild. Dus ga je voor deze shiny in een raid, weet dat dan. Zeker met Axew en Pikachu zou ik dat dus wat meer afraden. Omdat die ook in het wild gaan spawnen. En daar zul je er veel meer van tegenkomen. In 3-ster raids. Niantic blijft het doen. Snorlax met dus een shiny kans. Salamence. Druddigon met een shiny kans. En de Pokémon waarvan ik denk dat vrijwel niemand een race voor zal doen. Dartrix, Torracat en Brioni. En dan de 5-ster raids, die gaan dus verschillen. Van 10 tot 12 gaan we beginnen met Pheromosa. Die wordt dus daarna opgevolgd van 12 tot 2 door Buzzwool. En Buzzwool wordt weer opgevolgd van 2 tot 4 door Circuitry. En zoals ik dus al zei, tijdens de Ultra Incursion naar Hylego van 4 tot 6 zullen alle Ultra Beasts in de raid zitten. Dus heb je nog Ultra Beasts gemist of is er nog eentje die je heel erg graag wilt, dan is dit het moment om daarvoor te gaan. Een Ultra Beast dat ik sowieso zou aanraden om extra te vangen, mocht je passen over hebben en je doet aan PvP, dat is Buzzwool. Buzzwool is bug en fighting en is een van de Ultra Beasts die in PvP goed te gebruiken is. En dan de ervaring met een ticket. Zoals ik dus al zei, heeft iedereen de habitats, maar hebben trainers met een ticket een grotere shiny kans op incense en met Pokémon die spawnen tijdens die habitats. Daarbij krijg je dus van 10 tot 6 de volgende ervaring. Je zult voor het eerst in Pokémon Go Shiny Unknown N en Shiny Unknown X tegen kunnen komen. Je kunt fotodisc spinnen van gyms voor 9 gratis raidpassen. Dus dat zijn genoeg kansen op raidpassen. In elk geval eentje voor elke Ultra Beast. En dan ook nog eens extra om Ultra Beasts te vangen die je nog mist. Ook kun je gedurende het event tot 5 snapshots nemen die je een speciale fotobom gaan geven. Ik zou verwachten dat dat de speciale Pikachu is die je dan krijgt. Er is ook 5000 XP. Op het moment dat je een raid wint, incense die je activeert gedurende event hours duurt niet 1 uur, maar 2 uur. Wat dus betekent dat je met 4 incense het hele event door kunt komen. Daarnaast levert het spinnen van Pokéstops 3 keer zoveel ervaring op als anders. Heb je maar de helft van de afstand nodig op het moment dat je eieren uitbroedt, dit keer dus wel. En vanaf 10 uur lokale tijd zullen trainers die Skyform Shaymin hebben gevangen in staat zijn om die te veranderen naar Landform Shaymin en andersom. Dus Landform Shaymin kan getransformeerd worden in Skyform Shaymin. Maar dat is nog niet alles. Er zijn ook speciale research stories die te ontvangen zijn door ticketholders. In totaal kun je 3 special research stories krijgen op de Pokémon Go Fest finale dag. En als je al die special research voltooit, krijg je een encounter met de Skyform Shaymin. En je krijgt exclusieve avatar items zoals een Skyform Shaymin shirt en een helm zonder een visor die geïnspireerd is op de helm die Ree vaak draagt. In totaal zijn er 3 speciale special research te krijgen voor ticketholders. En wat je hiervoor moet doen is in eerste instantie de Pheromosa special research voltooid hebben. Als je dat gedaan hebt, krijg je vanaf 12 uur toegang tot de Buzzwool special research. En als je die voltooit, heb je vanaf 2 uur tijd voor de speciale Circuitry special research. En heb je die voltooid, dan heb je vanaf 4 uur toegang tot de speciale naar Hylego special research, die dus alleen voor ticketholders te krijgen is. En het enige wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je alle 3 deze special research kunt voltooien is het claimen van de allereerste special research story. Doe je dat, dan kun je daarna op het moment dat het jou uitkomt de special research verder voltooien. Dus voel die dag geen druk om per se op dat moment alle special research af te ronden. Dat hoeft dus niet, zolang je de eerste maar wel doet. En daarna kun je shiny hunten, socializen, battelen. Gewoon doen waar jij tijdens Pokémon Go Fest blij van wordt. Zoals ik net al zei, duren incense op Pokémon Go Fest voor ticketholders dus 2 uur. Maar dat niet alleen, ze trekken ook speciale Pokémon aan die dus weer een grotere kans hebben om shiny te zijn. Ook dit verschilt weer per blok. Dus in het eerste blok van 10 tot 12 hebben we de Galarian Mr. Mime, de Unknown B, Unknown G,
unknown N, unknown O, unknown P, unknown S, unknown X en Pansage. Dan, tijdens het Buzzwole Incursion Event van 12 tot 2, hebben we unknown B, unknown G, unknown N, unknown O, unknown P, unknown S, unknown X, Torkoal. Als dus een regional en Panseer, voor ons in Europa niet heel interessant. En dan Circuitry van 2 tot 4, weer een heleboel unknown, B, G, N, O, P, S en X, die dus bij de nieuw zijn, de N en de X. Dan hebben we vervolgens Clink en Panpour, die dus allebei ook shiny kunnen zijn. En tijdens de Nihilego Incursion in het laatste blok van 4 tot 6 hebben we weer een heleboel unknown, Tropius als regional. En Frillish, een goede PvP-Pokémon. Mocht je nu nog geen ticket hebben, dan is een ticket voor de Pokémon Go Fest finale dus nog altijd te koop in de store. Maar als je overweegt om dat te doen, zou ik eerst bij je vrienden informeren of die toevallig al wel een finale ticket hebben. Want vrienden kunnen voor een gereduceerde prijs een finale ticket cadeau doen aan mensen in hun vriendenlijst. Dus dat kan nog geldbesparend zijn als je toch nog een ticket wil kopen. Dit wordt het Pokémon Go Fest finale event. Wat vind je daarvan? En heb je nog vragen over het finale event? Drop dat zeer zeker in de comments. En kijk eventjes in de comments. Want wie weet heb jij wel het antwoord op iemands prangende vraag. En als je daaronder toch bezig bent, drop dan direct even een like op deze video. Elke like helpt de video en de verspreiding daarvan namelijk enorm. En het geeft jou extra kans op shiny luck tijdens Pokémon Go Fest 2022. Toppers! Heel hartelijk bedankt voor het kijken. Ik wens jullie super, super, super veel shiny luck en heel veel plezier tijdens het Pokémon Go Fest finale event. Ik was Crazy Koen. Ik zie jullie heel graag in de volgende video. Houdoe!